De Canon van Nederland neemt je in 50 vensters mee langs de belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen die samen het verhaal van Nederland vertellen. Je kunt de Canon van Nederland door het hele land ontdekken aan de hand van sleutelstukken. Van voorwerpen in musea tot historische locaties. In deze video vertelt een sleutelstuk uit de Canon een verhaal bij het venster Koning Willem I. In de 19e eeuw begint hier in Frederiksoord een grootschalig maatschappelijk experiment. Het doel was om een einde te maken aan de grote armoede die op dat moment is in Nederland. In 1818 wordt de Maatschappij van Weldadigheid opgericht door generaal Johannes van den Bosch. Hij wil de armoede in Nederland bestrijden met werk en opleiding. Tussen het jaar 1818 en 1825 worden 7 koloniën van weldadigheid opgericht in Drenthe, Friesland, Overijssel en 2 in Vlaanderen. Uit het hele land worden mensen in armoede hier naartoe gestuurd. Zoals hier in Frederiksoord, waar mensen worden gehuisvest in dit soort koloniewoningen. De eerste kolonie wordt opgericht in Frederiksoord. Deze kolonie wordt vernoemd naar de zoon van koning Willem I, beschermheer van de Maatschappij van Weldadigheid. En dit is niet toevallig. Koning Willem I steunt namelijk de Maatschappij van Weldadigheid en komt hier kijken vanuit zijn belangstelling voor het economisch herstel van Nederland. Ook doet hij een bijdrage vanuit de financiën van het Koninkrijk der Nederlanden. Voor de vrije landbouwkolonie Frederiksoord wordt het woeste Drentse landschap omgetoverd tot kaarsrechte stukken land, gescheiden door dit soort lanen. Aan rechte wegen worden identieke koloniewoningen gebouwd. Lokale commissies van de Maatschappij van Weldadigheid doneren geld en selecteren arme families voor een leven als kolonist. De kolonist moest de huur van de grond, de woning en startuitrusting terugverdienen. Kinderen volgden hier op deze school verplicht onderwijs. Al 83 jaar voor de invoering van de landelijke leerplicht. In de onvrije landbouwkolonie, hier in Veenhuizen, wordt een landschap gecreëerd voor de landbouw met een rechthoekig grid van vaarten, wegen en kanalen. In 1823 komen er 3 grote gestichten, waarvan dit het tweede gesticht is, voor de huisvesting van kansarme mensen, wezen en bedelaars. Zij worden verplicht hierheen gestuurd met het idee hen te verheffen met onderwijs, morele vorming en werk. Hen staat een regime van hard werken te wachten. Hier in Veenhuizen getuigen meer dan 100 rijksmonumenten in het landschap van een uniek verleden. Daarom zijn de koloniën van weldadigheid nu ook UNESCO Werelderfgoed. Ontdek alle verhalen achter de 50 vensters. Ga naar canonvannederland.nl.